VVD, PvdA en CDA hebben artikel 41 vragen gesteld aan het college van Tiel, omdat zij verontwaardigd zijn rondom de gang van zaken met betrekking tot het leerlingenvervoer. Het gaat om een artikel 41 brief waarin wij een aantal vragen hebben gesteld aan het college om een stukje opheldering. Bij ons is namelijk niet duidelijk wat nu de status is van het leerlingenvervoer. Afgesproken in de raad op 8 november is dat er een aanbesteding zou gaan plaatsvinden, waarin wij als raad mee zouden worden genomen en waarbij met name ook de ouders van de leerlingen die het betreft zouden worden meegenomen. En uit de nieuwsbrief lazen wij dat er een overeenkomst met Versus is gesloten. En daar zijn wat vragen bij gerezen. Tijdens de behandeling van de begroting in november besloot de gemeenteraad te stoppen met het huidige PGB-systeem. Dit systeem waarmee ouders zelf het vervoer kunnen regelen is pas 2 jaar geleden ingevoerd. Volgens de wethouder is het echter ingewikkeld en duur. De coalitiepartijen stemden destijds niet in met een voorstel van de oppositie om de toekomst van het leerlingenvervoer in een aparte vergadering nog eens goed te bespreken. Het college heeft nou besloten om het bij Versus onder te brengen. Versus is het regionaal bureau wat onder andere voor regiotaxivervoer en doelgroepenvervoer aan de gang gaat. Het college heeft ervoor besloten om dat bureau te gebruiken om ook het leerlingenvervoer in onder te gaan brengen. Maar wat dat precies inhoudt voor de Europese aanbesteding, wat dat precies inhoudt voor de invloed van de ouders en wat dat precies inhoudt voor de invulling van het leerlingenvervoer, dat is ons onduidelijk. Dus daarom hebben we die vragen gesteld. Wethouder Verspuy laat weten dat de regiecentrale van Versus het vervoer gaat regelen, maar dat voor het vervoer zelf nog een aanbesteding komt waarbij de ouders betrokken zullen worden. Nou ja, ik snap dat er naar Versus wordt gekeken, omdat wij als gemeente Tiel natuurlijk ook onderdeel zijn van dat bureau. Daar zitten wij met alle gemeentes in Rivierenland zitten we daarin. Dus het is een logische stap. Of dat per se een goede stap is, dat weten we niet. En dat is hetgene wat wij ook aan het college willen vragen, van hoe wordt het nou ingevuld? Zodat we daar ook als raad over kunnen kijken wat we daar nou van vinden en of dit een goede stap is geweest. We verwachten dat het college concreet antwoorden gaat geven op onze vragen. We vonden het toch wel belangrijk dat er met name ook voor ons, maar ook voor de inwoners die het betreft, duidelijkheid komt. Want voor ons is het niet duidelijk wat nu het vervolgtraject gaat worden. En daar willen wij klaarheid over hebben.